Goedemiddag, wij zijn hier bij de stallen van Laurens Mellema, Beestenzwaag. Good afternoon, we are here at the stables of Laurens Mellema, Beestenzwaag. And we will start in 1 minute. Number 3 and 4 are not there. Nummer 3 en 4 zijn afwezig. En ik hoop dat u een fijne keuring heeft en veel succes. De uitslag van paard nummer 1
Een paard wat goed in het rastype staat. Mooi gelijnd is. Goede bovenlijn heeft. Het beenwerk is afwijkend voor. En ook in het achterbeen zouden we graag iets correcter zien. In de stap stapt hij ook ongelijk. En niet takmatig. In de draf laat hij wel voldoende kracht zien. Maar vanwege de kwaliteit van het beenwerk en de stap wordt hij niet opgenomen. This horse is not accepted in the studbook because of quality feet and legs and the walk. Paard nummer 2. Een paard met veel rastype. Veel uitdrukking in het hoofd. Ook veel behang. Mooie hoofd-halsverbinding. Ietsje zwaar in de aanzet en ook aan de bovenkant. In de bouw zien we graag iets sterker in de rug. Zouden we ook iets meer jeugduitstraling willen zien. En ook de kruisaansluiting met de lendenen zien we graag wat sterker. Het beenwerk heeft voldoende hard, maar wel gehoekt. Te gehoekt. Stapt wel met veel takt en ook met ruggebruik. En ook in de draf was mooi takmatig. Alles tezamen wordt je opgenomen in het stamboek met een derde premie. This horse is accepted in the studbook with a third premium. Very nice racial type. Also the movement is good, but in the build could have a little bit better upper line.
paard nummer 5. Is een paard met een mooi rastype. Lichthoofd-halsverbinding, goede Friese uitdrukking. De bovenlijn is goed, kruis zou wat langer mogen. En ze is iets op de voorhand gebouwd. Dus hij hangt ietsje in de voorhand. Heeft wel voldoende kwaliteit in het beenwerk. Is ietsje gehoekt, maar niet te veel. Hij stapt ruim en ook met heel veel ruggebruik en ook tact. In de draf zouden we graag meer oprichting zien. En ook een wat krachtige onderbrenging van het achterbeen. Maar door zijn mooie rastype en zijn goede stap wordt hij opgenomen in het stamboek en sterren met een tweede premie. This horse is accepted in the studbook with a second premie because of the beautiful racial type and the good and walk with a lot of suppleness in the back. Paard nummer 6, mooi rastype, goede hoofd-halsverbinding, mooie Friese uitdrukking. In de bouw is hij wat week in de bovenlijn, zou hij iets meer aansluiting mogen laten zien. Het beenwerk is voldoende droog en de stap heeft hij ruimte. Zou hij nog iets meer buiging in de sprong kunnen laten zien, maar het is goede takt. In de draf heeft hij te weinig draging, weinig takt en ook daardoor... kan die geen ster worden, maar wordt wel opgenomen in het stamboek met een derde premie vanwege zijn goede ras en zijn goede stap. Horse number 6 is accepted in the studbook with a third premium. Good racial type. The walk is also good, but the trot has to be more power and more suppleness.
beschreven. Heeft een paard met veel rastypen, veel behang. De bouw zou die wat mooier in de bovenlijn kunnen zijn. En ook wat opwaartser gebouwd kunnen zijn. In het beenwerk zou die ook iets correcter moeten zijn. In de stap is niet helemaal gelijk. De draf heeft hij wel voldoende ritme en takt. Maar alles tezamen krijgt hij geen premie. Nummer 7 is not getting a premium because quality of walk. En de beeld. Paard nummer 8 zou wat meer uitdrukking in het hoofd mogen hebben. Is een ietsje recht neusbeen, maar heeft wel veel behang. Een goed gebouwd paard, een goede bovenlijn voor 6 jaar zo het paard is. Beenwerk zou droger moeten zijn in het achterbeen. Stapt wel met ruimte, maar zou meer buiging in de sprong moeten laten zien. In de draf vinden we het een functionele draf. En vanwege de mooie bouw en de goede draf wordt hij opgenomen in het stamboek met een derde premie. This horse is accepted in the studbook with a third premie because of the good build and the quality of the trot. But the quality of the feet and legs are not good enough.
paard nummer 9, een paard met een mooi hoofd, goede rasuitdrukking, ietsje horizontaal, wel voldoende behang, is lang gelijnd, is ietsje gerekt in het middenstuk, maar wel voldoende belijning op de bovenlijn. Het voorbeen is wat toontredend, met name rechtsvoor. Stapt wel met ruimte en takt. Zou misschien nog iets meer activiteit in het achterbeen kunnen laten zien, maar mooi taktmatig. In de draf zou die meer opgerichting moeten laten zien en iets meer kracht in de achterhand, maar is wel taktmatig. Krijgt een derde premie. Horse number 9 is getting a third premium. Ik doe heel rustig op het ramendoosje starten. Paard nummer 10 is een paard met veel uitstraling in het front. Een mooie hals. Zou iets meer nek mogen hebben. In de bovenlijn is hij sterk. Heeft ook een goed schouder zit erin en een heel lang kruis. Beenwerk is iets week gekoot achter. En zou ook voorbeen wat correcter mogen zijn. Stapt met veel ruimte en ook activiteit in het achterbeen.
De draf heeft voldoende takt, maar zou meer oprichting moeten laten zien. Krijg geen uitnodiging voor de volgende inspectie. Horse number 10, very nice racial type and build, but quality feet and legs and the trot is not enough to get a higher result. Paard nummer 11 is een paard met veel rasuitstraling en ook veel jeugd. Vinden we heel mooi om te zien. Echt een jeugdige merrie. Goed gebouwd. Zou nog ietsje opwaarts gebouwd moeten zijn, maar verder in de aansluiting. De bovenlijn is mooi. Goed aangesloten. Beenwerk is van ruim voldoende kwaliteit. Is goede stand aan het voor- en het achterbeen. Stapt met ruimte en met takt. En heeft een draf met veel oprichting. Heel goed gebruik van het achterbeen, krijgt een eerste premie en wordt uitgenodigd voor de volgende inspectie. Horse number 11 is getting the first premium and is invited for the next the second inspection. Because of all parts of the horse. And maybe you have seen an excellent trot and a lot of use expression.
dames en heren, om voor een hoger predicaat of voor een eerste premie in aanmerking te komen, moet een kroonmerrie met zo'n mooi resultaat voor de IBOP in ieder geval 7,1 gemiddeld hebben op rasbouw en beenwerk. En de bewegingen die kunnen gewoon worden overgenomen vanuit het resultaat van de test. Dit paard is voor ons qua rasbouw en beenwerk niet goed genoeg om een eerste premie te krijgen. Omdat hij in de bouw voor ons zou hij wat rijker mogen zijn. En de aansluiting kruis lendenen vinden wij op dit moment niet mooi. Het kruis is afhellend. En de kwaliteit hij heeft in het front, ietsje in onderhals, zou wat rijker in het rastype mogen staan. En het beenwerk zou die ook iets correcter kunnen zijn in het voorbeen. Hij is wat toontredend. Dus dat alles tezamen krijgt hij geen eerste premie. This horse is not getting the first premium because the racial type, the build and the quality feet and legs has to be at least a 7.1. And we think in the build, the quality of the croup and the loins is not good enough, and also the quality of feet and legs. Now we get one horse back for the second inspection. Dan hier de uitslag van paard nummer 11. Een paard wat opnieuw zich liet zien, een eerste premie heeft gekregen. En nu ook ons overtuigt door de hele kwaliteit van de merrie. Die zowel in ras als bouw als beenwerk veel kwaliteit laat zien. Maar vooral ook natuurlijk ook extra opvalt door de goede draf. Met een heel natuurlijke manier van lopen. Met een heel krachtig achterbeen. En vandaar dat ze vandaag voorlopig kroon wordt, omdat ze nog geen test gedaan heeft. Succes, eigenaren. Dit was het einde van de keuring bij Laurens Mellema. Dank jullie wel. We hebben ondanks een paar buitjes toch een hele fijne keuring gehad.
Morgen zijn we weer bij de familie Volber in Lunteren. Nummer 11 is getting professional crown because of the overall quality of the mare. And especially the excellent trot of this mare. Congratulations, professional crown.